Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, goedemorgen, goeiedag. Het is vandaag maandag. You just give me a... Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben weer thuis. Vanochtend was ik nog bij mijn ouders. Ben ik lekker in de sauna gegaan. Het stand, dat is heel leuk. Ik ben nu weer lekker thuis. En ik heb mijn kamer opgeruimd. Pakketjes ingeruimd. Ik ga nu even naar de appie een lunch halen. Dus ik heb nog niks gegeten. Het is echt 1:15. Dus ik ga even wat halen. Ik weet nog niet wat. Oké, ik heb even lunch gemaakt. Ik heb een soort rice paper wraps. Eén heb ik in de airfryer en één niet. Dus ik ga het nu even proeven. Het bed kan wel achter trouwens. Ik zie er niet uit, maar maakt niet uit. Ik heb met rookkost een kip. Het oven. En dus rice paper. En een hoisin sojasausje. Verrassend goed. Maakt ook niet uit wat je erin pleurt. Oh, lekker. Die uit de airfryer is nog heel heet. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe die uit de airfryer smaakt. Heel anders weer. Het is een soort lumpia dan meer. Het andere was meer een soort frisse wrap. Stervensheet. Ik denk dat ik die frisse wel lekkerder vond. Als het de airfryer. De airfryer zou ik denk wel een andere vulling gebruiken. Niet rauwkost of zo. Gezellig met Maggie. Maggie heeft blijf eten. Literally me. I cannot. En we hebben lekker cookies besteld voor dessert. Dus gaan we even. Oh, we kunnen in de airfryer wel. Ja? Dat is quick. Ja. It's like an oven. Jongens, we hebben die koekjes. Die zijn niet normaal. Zo lekker, hoe heet het nou? Sweet cakes of zo? Sweet caramel en cakes of zo? Ja. Ach. Kijk dan. Zo. Pak me lekker. Echt, ah. Nou jongens, ik heb weer even zo'n ding in mijn haar gevlogd. Echt, het werkt zo chill. Iemand vroeg aan mij hoe ik dat dus deed, maar ik draai er gewoon omheen en ik draai er gewoon in. Dus dat is het eigenlijk. Very simple. Nou, Maggie blijft gezellig slapen, kijk. Zitten we samen hiermee. En tomorrow gonna work. Ja, allemaal. Ik heb vandaag al niet gevlogd. En ik heb de hele dag al meetings met mijn favoriete coworkers. Ever. Live. The best one. En Cecile, de best boss, gaat als tea, guys. Got it. Woo! Yeah, of course. She always does. Not so bad. Ik ben weer zo wit. Ik ben gewoon onder de zon. Cheers to you, girl. Welcome. Cheers. Heb je nog die dingen gehaald? Nee. Oh. Nee, was meer iets voor de volgende keer. Oh. We hebben net de wat? Ja, ze hadden haar rice cakes. Met sauce en cheese. Ja. Sticky rice cakes. Wat heb jij dan? Ice latte. Hebben ze dat ook? You have to look, because one has... Oh ja. Yeah. Yeah, I'm the one with the crazy. Yeah. You had the... Mag ik dit eens proeven? Wat is dat? Ja, tot zo. Doei. Mag ik eens proeven? Het is wel lekker, maar de structuur van die jelly dingen... Maar hoezo heb je dat gehaald dan? Wil je iets nieuws proberen of zo? Ik dacht, ik nog weer iets nieuws. Oh my god. Mag ik proeven? Oh, this is lekker. What the fuck is dit? Die jellies. Dit is gewoon... Dit is ice latte. Ja, hè? Maar de taste is. Ik ben blij dat ik hem niet heb. De jelly is weird. Ik heb een chai. I'm such a basic bitch. I never ordered something different than this. Always the same. I take. Actually, I take the most regular one: the brown sugar. With oat milk. En tapioca. Of nee, hoe noem je dat? No, boba. Kanis. Ja, yeah, you're lucky, man. Ja. Zo, nou, deze jellies, de structuur is heel intens. Ja? Dit is gewoon chai latte. Proef het. Kijk uit. Het ziet er ook allemaal hetzelfde uit, maar we hebben allemaal iets anders. Maar het ziet er allemaal exact hetzelfde uit. Lekker! Very herby. Mag ik proeven? Herby. Mijn is koffie. Oh, ik moet dat wel doen, maar ik ben ook aan het vloggen. Ik zit er wel veel.
Nou, even anders openen. Deze, did you try this? Hey, the best! Jij ja, always the voice over. Om te TikTok. Oh ja. Hey, vlog inception. Oh boy. Met mijn twee ogen. Ik vorige week vond dat ik de hele tijd zo wit. Nou, nog steeds. Dat ik de hele tijd zo wit op beeld stond. Yeah. Nee. Mag ik proeven? Nee. Oh, maar dit de smell? Not my life. Oh, you don't like chai? Nee. Oh, lekker. Ik maar vind mezelf zo wit hier en ik ben vorige week onder de zonnebank geweest. Oh, my hair looks fucking weird. En ik heb zelf bruin opgesmeerd en alsnog. And it looks super short, but it's not like this. Oh, look like a fucking baby. Leuk. Hoe productief we zijn, jongens. We hebben gewoon een heel whiteboard daar. We hebben gewoon een hele planning opgemaakt. Is het niet slecht dat ik niet voor sterren heb gehaald nu? Ik denk dat ze haar vergeten haar vlogcamera vanochtend. Oh my god, deze buist. Ik heb hem net uitgeknepen. Oh, dit is echt het bewijs dat ik dat echt niet moet doen. Dit slaat heen. Dit slaat nergens op. Maar ze is sowieso haar vlogcamera vergeten, want hij lag letterlijk hier in het kastje van de badkamer. Dus ging ook vandaag vloggen op haar telefoon. Maar ik ga hem nu naar haar teruggeven. Nee, ik vind het zo erg. Kom wel janken. Kom wel janken. Doei. Nou, ik got mijn camera back. Na werk heb ik even lekker gesport. En ik heb officieel een abonnement opgesloten bij de Trainmore. Bij de single, want het is echt zo chill. We zijn nu lekker aan het koken. We zijn ook een courgette soepje aan het maken. En we hebben een quiche in de oven. En lekker stokbroodje doen we erbij. Nou, helemaal zin in. Goedemorgen wel, het is vandaag woensdag. Het is alweer 11:15. Ik heb echt vet lang uitgeslapen, maar super lekker gewoon. En ik ga nu even de vlog uploaden. En daarna ga ik sporten met Stan. En vanmiddag heb ik ook nog een meeting, dus helemaal chillen dag gewoon even. Ik heb nog even een beetje gewerkt. Ik heb mijn sportkleding aan, ik moet mijn slof nog uitdoen. Wie loopt er nog meer met slof in huis? Ik vind het zo chill. Dan heb je gewoon lekker warme voetjes. En jij wordt niet vies. Maar goed, we gaan er nu vandoor. Ik heb net lekker gesport en ik ben nu met Sissy. En we gaan naar een meeting event. We hebben geen idee. Van GS Health. En het is in een Soho House. Dus we hebben echt geen idee. We hebben echt geen idee. Het is hier echt 5 minuten vandaan. Dus dat is wel chill. Maar goed, Maggie heeft ons hierheen gestuurd. Want Maggie die heeft het te druk met school. En Sissy gaat ook even vloggen. Het is stom. Hoezo? Is het leuk? Ik ging helemaal stuk om dat stuk en dat je die camera had gevonden. Ja, en dat je zegt, het is een puist. Ja, dat is wel weer redelijk. Maar één keer zo'n ding dat ik me helemaal moet uitpersen. Oh ja. Dat is echt zo slecht voor Ja, dat is heel slecht. Check de contourlijn. Boven is het bruin, beneden is het wit. Het staat helemaal erg. Nou ja, we gaan er nu heen lopen en we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Ik heb echt een super chill avondje gehad met Stan. We hebben best wel simpel gegeten, eigenlijk gewoon aardappelgoed vlees. Broccolietje, aardappel, de airfryer wel lekker. En we hadden een schnitzeltje. We hadden vanavond echt een heerlijke movie night. Lekker champagne gedronken, lekker gechilled op de bank. We zijn dus begonnen aan Physical 100. Een soort Squid Game. Maar dan in real life. Dus niet dat mensen echt doodgaan. Maar het is wel echt heel leuk. Dus ik vind het helemaal leuk. Het is nu 10:00. Ik wil eigenlijk nog even in de aflevering kijken. Maar stel wel niet. Hier. Physical 100. Dit is het. Wat? 100. 100. 100. Physical 100. Oh ja, ik zei het verkeerd. Nee. 100. Nou. We zijn nu bij aflevering 2. Nou, bijna bij aflevering 3. Nog 10 minuten, dat kijken we toch wel af. Ja joh.
Nou, goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik ben met Maxter, of course. Oh, my hair is terrible. Oh no. Today. Oh, Stan also calls you Maxter. Nee, oh, I promise also does me that now. It's like, oh, Maxter. But we have some very nice croissants and coffee. We zijn bij Bakhuis. Zo lekker hier. Dus als je ooit een lekkere croissant wil, ga hierheen. It's in Oost. Love it. We have the designs. Yeah. Deze. Ook heel leuk. Yeah. But I think I like this one more. Yeah. So cute. So cute. Oh, I love that. Yeah. I think it's nice on your arm. Yeah. But longer now I'm dying. Yeah. And it's also. I feel like this would be nicer if it's like more here. Yeah. So like. Like this. Yeah, yeah. But then you have two on my wrists. I should do. I will do it there. Yeah. So. Oh, I have so cold finger. I'm dead. You're dead. Ooh, so cute. Yeah. Yeah. I love it. Yeah. Yeah. I'm thinking maybe to make it shorter. Nou, we zijn nu bij kantoor. De Herengracht, zo leuk, blijft zo leuk. We hebben even een auto gehuurd, want we hebben net een bureau opgehaald. Want volgende week beginnen de stagiairs, zeg maar de nieuwe stagiairs. Mijn haar is echt... Heel die krul is er alweer uit. Maar goed, volgende week beginnen de stagiairs. Sjoen en ik hebben net een auto opgehaald. De bureau. Wow. Ik moet echt eten, want ik heb honger. Kijk, hier is Lai. Hallootjes. Dus we gaan even de auto terugzetten en dan even het broodje halen. Nou, helemaal top. Oké, okay, we hebben het lekkerste broodje ooit gehaald. Oh. Bij Le Petit Deli. Le Petit Deli. Mm. En het is met kip. En allemaal, oh, zo lekker. Ik ga even een hapje nemen. Watch this. Oh, als je dit kon ruiken... Vorig had hij niet door de midden gesneden. Nee, hij voelt zo door de midden zijn. Dus ja, doe maar. Ja, handig. Heel erg lekker gekruide kip. Ja. Mmm. Mmm. Een kip met kaas. Uitjes. Iets ook een beetje Indonesisch. Ja. Die kokosras, weet je wel. Ja. Maar dan niet dat, ik weet niet. Mmm. Sowieso Aziatisch gemarineerde kip. Ja. Mmm. En avocado. Mmm. Hoe heet dit ook weer? Mmm. Tabé? Tabé. Er zit tabé in. Dat is gewoon bizar. Mmm. Ik denk oprecht een van de beste broodjes die ik ga geven. Oprecht. Ik snap ook dat die man het heel druk heeft. Ja. Ik weet niet hoe chun smaakt. Dan moeten we ook eigenlijk gewoon... Maar dat is met ei. Ja. Dat lijkt me helemaal niet lekker. Die rijst nog absurder. Nou. Nah. Dat staat echt nergens op. Oh, maar dan gaan we niet te goed door de oven hier maken. Zondag, hè? Zondag. Oh. Want ik weet dat, ik had het in mijn agenda gezet, met de reden. Ik ga zaterdag misschien uit, maar ik weet het niet. Want dan ben ik waarschijnlijk de enige chick. Heb ik ook vaak gehad. Ja, ik vind het kut. Dat klopt. Zondag? Heb je al plannen? Nee. Dat kan wel. Nou ja, als jij uitgaat moet je wel even kijken. Ja, maar daar ga ik niet uit. Nee. Jawel. Hallo. Ik kan gewoon uitgaan. Waar willen jullie uitgaan? Weet je niet. Maar in Amsterdam. Mm-hmm. We gaan altijd uit. We zijn elke week sowieso gaan ze weer uit. Kijk jongens, dit is de tafel. Ik zal hem zo even laten zien als hij is omgedraaid. Super nice. Lekker groot. En we hebben dus die twee stoelen nog over. Dus dat gaat helemaal perfect. Komt steeds meer tot leven dit. Kijk jongens, hij staat. Dit is toch helemaal top.
Zo. Het is een soort één bureau, maar het zijn er een soort twee. Nou. Ja, eigenlijk inderdaad. Ja. Want als je het zo ziet, lijkt het gewoon twee bureaus, maar het zit dus in één. En dan hebben we hier mooi deze stoelen nu. Helemaal leuk. Nou, dat is toch geweldig. Ik ben zo met Anne en we zijn nog aan het wachten op de keuken. Ja. Welcome to my crib. We zijn lekker aan het koken en er is een kilo cherry tomaat. Moet het er al in nu? Ja, we gaan het erin doen. Ja. Heel spannend. Jeetje, wat healthy hè eigenlijk. Ja, maar echt. Ja. Maar dit moet dus nog gepureerd worden. Dan wordt het een saus. Jeetje. Nou, goed dat we zo'n grote pan hebben. Ja, want... dat is heel goed. Maar we zijn dus nog aan het wachten op Rel. Ja, die appte net ook. Oh. Laat wordt. Nou, we zijn net wel. Alle tijd, alle tijd. Het is heel heftig gevaarlijk als je hoor. Dat die aftikt. Ja. Ja. Ik hou van Holland. Ja. Oh ja, ik vind het zo chill. En op mijn telefoon vind ik dat het te veel werk. En dit staat er gewoon in. Ja, heel dat keukengevoeletje. Ja. Ja. Ja, heerlijk. Nou, lekker pasta. Oh, I love it. Oh, daar heb je zoveel zin in. Met burrata, hè, jongens. Oh. Ja, dit keer wel. Dit keer. Vorige keer had ik mozzarella of zo gekocht. Wat was dat? Ja, mozzarella. Jij dacht, het in een zakje. Het helemaal fancy. Ik dacht, het ziet er helemaal cute uit. Dat was ook lekker. Ja, joh. Ja, toen hadden we hele gangen. Nou, of gangetjes. We hadden allemaal gehappies. Ja, het is ook heel lekker. Ja. Nou, top. Ik heb wel honger, dus ja. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdagmiddag is het al eigenlijk. Nou, het is net 12 uur. Oh my god, ik ben zo benieuwd. Cecile die gaat nu ergens een brow lamination doen, maar bij een of andere zaak wat niet heel legaal is. Ik weet niet. Nou, in ieder geval vanochtend heb ik lekker gesport. Met Maggie was echt top. Nu ga ik even een middagje werken en vanavond komt het stal gezellig, superleuk en gaan we naar een gamehall. Dat hebben we eens vaker gedaan in Den Haag, geloof ik. Nu gaan we hier naar de arena, dus ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik moet even lekker werken, dus dan gaan we even lunch halen. Ik denk bij Cup à la Cake echt de best en cheapest broodjes ever. Dus ja, even een dagje werken. Gisteravond was trouwens super gezellig. Anna en Marel zijn dus vriendinnen van school en zij gaan... 2 tot 3 maanden of zo, weet ik veel. Naar Azië, dus ik wilde ze nog even gezien. Dus het was heel gezellig, hebben we lekker gekookt en gegeten. Ja, hier is lieve Lai. Die is met mij samengezel. Die zit dan altijd naast me te wachten tot mama terugkomt. Mama is de wenkbrauw aan het doen. Sixpack. Hey. Hey, is it rolling? Yes. Check. Well, we went to the gym today. Did you tell them? Nou, ik heb nog een kaas. Did you tell the vlog that we went to the gym? Jongens, ik heb nog een cupcake voor jullie. Ja. Ik heb hem al op. Ja, maar ik... It took a better at this. We went to the gym and Sarah killed me with her workout. Niet normaal. Hè? Niet normaal. With your workout. Oh, there's no, it's not focusing. Die was op wat, we hebben lekker pizza besteld. Yum, eet smakelijk. Van en ik zijn weer in de game hall. En we hebben weer dikke vette jackpot. Hij is weer aan het tellen. Jongens, we hebben gewoon fucking jackpot. Huh? Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Ik ben lekker pannenkoekjes aan het maken. Healthy banaan, eiwitpoeder, kwark, sojamelk, pannenkoeken. Ze zijn echt vet zoet door de proteïnepoeder. Maar wel lekker, dus ja. Dat ga ik zo een keer eten, dus dan is het natuurlijk zo. En ik ga vandaag naar de Noordermarkt. En ik heb echt een dikke vette buis van op. Het wordt helemaal gezellig dag. Nou, ik ben thuis van de Noordermarkt. Het was echt heel gezellig. Ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Want vanavond komen Maggie, Floor eten met Cecile hier. Super gezellig. En ze gaan een soort, ja, borrelplank, broodje, hapje ding. Nou, top. Als eerst hebben we een lekker vers piment, olive, pikant, stokbrood. Oh, het ruikt zo lekker. Oh my god. Dan hebben we van die olijven.
crackers. Dan hebben we lekker olijfjes. En we hebben allemaal lekkere soorten kaas. We hebben, ik weet niet wat voor soort kaas het is. Deze, deze en dit. Het ziet er echt heel vet uit. Dus met paprika en pesto en zo. Zo lekker. We hebben een truffelkaas. Heel lekker. Een truffelkaas. Ah, ruikt zo lekker, man. Oh my god. We hebben een chili jam voor bij de kaasjes. Dan hebben we allemaal lekkere worst. We hebben blauwe kaas. Blauwe kaasworst, pittige worst en garlic worst. Zo lekker. En last but not least hebben we een verse gemaakte pasta. Dus pompoen met mascarpone zit erin. Dus ja, hier gaan we lekker een botersausje bij maken. Ja, helemaal exciting. Dus ja, dat gaan we lekker eten allemaal. Ik ga het even weer in de koelkast leggen. En ik moet nog wat boodschapjes halen bij de Albert Heijn. Dus een dipje en wat drinken. Wijn nog. Dus ja, het komt helemaal goed. Ik zet even de koelkast in. En ik moet ook even lunchen nog. Ik weet echt niet wat. Ja, ik ga nu gewoon meteen boodschappen doen. En dan ga ik gewoon ook even iets halen voor lunch. Dus dat komt helemaal goed. Oké, dit is cute. Try. Ja. Ja, Floor, ga jij even. Nou, de meiden zijn er gezellig. Leuk. En we hebben een lekker borrelplankie. Nou, helemaal zin in. Helemaal ik ga even het wijntje proeven. Op de background. Heel lekker. Exactly how you want. Oh ja, lekker. Oh, dit is sourdough bread. Yes. Olijf, volgens mij. Ja, yeah, is olijf. Oh my god, jongens. Saar die heeft bij mij. Ik weet niet of hij scherp stelt. Wimpers in gedaan. Echt mooi. Wow, mijn huid is niet heel goed, maar I like it. En we hadden net echt super lekker kaasplankje en alles. En nu is Saar iedereen aan het opmaken. Maar what the fuck? Ik vind het echt heel anders staan dan normaal. Wat gebeurt hier? Een vlogging. Voor je TikTok? No. Oh, het is voor Sarah. Oh. Look, Maggie also has her lashes done. Even ogen open. Oeh. Kijk maar, Sarah. Hier. Oké. Okay. Nee, wow, je ziet er echt ziek mooi uit. Ja? Ik voel mezelf echt. Mijn gevoel heb ik weer make-up nodig. Dat is niet waar. Ik allemaal. If I have boobs. Maybe. Yeah. En dit is Leila, die achtervolgt ons overal. Is er rolling? Oh, Sarah did my make-up. Oh my god. Maar it's not focusing. Oh wel. Love it. With the pimples. Now, eh? Look at us. Floortje. I'm using the Tarte Rose Gold Glow highlighter right now. It's wow. So? Yes. Wow. Sarah, wat ben je doen? Oh, nice. Hee-hee. Oh my god, I love this. Oké. Nu gaat mijn zusje mij weer appen. Oh, je bent in de vlog van Sarah. Sarah, oh, wacht even. Sarah is a bit drunk. Oh, maar mijn make-up still looks good, eh? What do you think about the lashes? I don't know. I'm doubting. The lashes is amazing. Oh, leafies. It's not wait. It's not focusing. Is it working? Yeah, it's working. Hey. Oh, this is perfect angle. Ik ga echt al die lumpia's opeten als ik thuis ben. Sir, we're gonna do a taste test of this. Whoa, this is very good.
We gaan doen een taste test of this gin and tonic. Is het lekker? This is, what is this, Floor? It's gin and tonic with strawberry and elderflower. Hey, come to Venster 33 in the pipe for some good shit, man. Go to Venster. Here, Floor is recording. Is it recording? Hi, guys. Sarah's aan, toch of zo? Sarah! Dit is een fanslag. Ja? Zeker. Hoe werkt dit? Hoe zet ik dit uit? Hi! Oh, now it's recording, hè? Huh? These pimples are not okay, hè? Eh? Today. Oh! I don't know if the vlog can see, but... Sorry! Oh, Sophie! Oh, cute! Zo, goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Gisteren was het heel gezellig. Ik had alleen een aardige drankjes op, dus... Ik ben nu echt... Nee. Maar... Ik ga vandaag een video filmen. To go, to go video. En... Ja, het wordt leuk. Nou, de video gaat helemaal goed. Super leuk. Ik heb alleen super veel honger, want de lunch was heel weinig. Maar ja, we mochten natuurlijk alleen maar to-go-to-go eten. Dus we gaan nu het altijd eten ophalen voor de avondeten. Dus ja, ben je benieuwd? Check de video, of course. Ik ben again vergeten de weekvlog af te sluiten. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet me zeker niet te supporten door een blauw duimpje omhoog achter te laten. Mij te abonneren. Op het volgen op Instagram en TikTok. Allebei Sarah Voort. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei doei. Yes, I'll be on my way now. You just give me a...